Ojero Elia, welkom terug. Dankjewel. Hoe voelt het om na 14 jaar weer terug te zijn op het oude nest? Ja, het voelt lekker, man. Lekker weer thuis. Lekker in Den Haag. Om de hoek van mijn huis. Dus lekker trainen. En hopelijk zo snel mogelijk weer in een volle Aardenaagstadion spelen. Ja, je hebt de afgelopen 2 maanden al mee kunnen trainen met de groep. Hoe is dat tot nu toe bevallen? Ja, het is een leuke groep. Veel jonge jongens. Ik ben een van de oudste. En ja, het is gewoon leuk om lekker weer met de groep te trainen in ieder geval. En dan ook nog bij je homeclub. Ja, je tekent vandaag en morgen staat de wedstrijd tegen Telstar programma. Het lijkt erop alsof je erbij kan zijn. Hoe fit ben je en hoe inzetbaar ben je? En ik ben gewoon 100% inzetbaar. Ik ben 100% fit. Ik heb geen pijntjes of iets. Ik heb twee maanden gewoon keihard getraind. 1 oefenwedstrijd gespeeld dan. Ja, natuurlijk heb ik wel wedstrijdritme nodig, maar als ik zou moeten beginnen, zou ik gewoon kunnen beginnen. Ja, vanuit de club wordt over het algemeen nog niet heel ver vooruit gekeken in deze situatie. Met welke intenties ben jij hier gekomen en kijk jij wel wat verder vooruit? Ja, ik wil gewoon zo snel mogelijk gewoon lekkere wedstrijden spelen. Belangrijk zijn voor het team. Jong jongens helpen. Ja, gewoon als overal waar ze me info over vragen of iets. Ze hebben een andere inkijk nodig. Daar sta ik er gewoon open voor. En ik wil gewoon proberen zo snel mogelijk met Aardenaag weer terug te komen naar het hoogste niveau in Nederland. Je bent uiteindelijk opgeleid door de club. En je hebt hier ook je debuut gemaakt. Hoe kijk je terug op die eerste periode bij de club? Ja, het was leerzaam. Het heeft zijn vruchten afgeworpen in de toekomst van mijn carrière. Ik heb een leuke carrière gehad. Ik heb gewoon goede herinneringen, slechte herinneringen. Veel meegemaakt, gedegradeerd met Aardenaag. Uiteindelijk zag je gewoon de jonge jongens die daar nog waren. Met een mix van aanvullingen van jongens die van buitenaf zijn gekomen. Hebben ze gewoon jarenlang in de Eredivisie gespeeld, tot vorig jaar aan toe. En hoe je de groep nu ziet, denk ik dat erin zit dat je gewoon hoge ogen kan gooien om in ieder geval te promoveren of via de nacompetitie terug te kunnen komen in de Eredivisie. En ik heb dat geloof erin.